Ik vind het fijn dat het door kan gaan. En fijn dat er echt een plek is geopend waar getest kan worden. 5 seconden even niet lekker, maar dan kan het allemaal doorgaan. Dus dat is wel fijn. Ze moeten een corona-check-app hebben om toegang te hebben. Dus ze zullen ook wel moeten eigenlijk. De speciale teststraat voor studenten in de oude VND blijkt ook wel zin te hebben. Van de, ik denk, 300 à 400 die we nu hebben gehad, is er helaas 1 positieve bij. Voor die persoon is het klaar. Degenen die niet gevaccineerd zijn in het groepje, die zullen helaas ook in quarantaine moeten. Degenen die wel gevaccineerd zijn, die zullen wel verder mogen als ze negatief hebben getest. De organisatie is blij dat de introductie ondanks corona toch door kan gaan. We zijn heel blij met wat uiteindelijk kan. Dus 3 dagen en dan wel met maatregelen, maar wel dat het zo ingericht is dat er wel heel veel kan en heel veel mag. En daar zijn we heel blij mee. En dat is iets wat we misschien in het begin van het jaar wel niet hadden verwacht. Maar nu kan de LSIT-commissie heel voorzichtig uit zijn dak gaan met gepaste afstand. Mentor, jij bent van de organisatie. Wat gaan jullie nu doen? We gaan lekker de verenigingen langs en we hebben ons overal voor moeten inschrijven. En dan gaan we nu allemaal leuke activiteiten doen eigenlijk. Vind je het nu een verbetering? Of? Ja, sowieso. Want ik heb vorig jaar maar 1 fysieke dag gehad en vandaag natuurlijk 3. Dus dat is sowieso wel beter dan vorig jaar.